ga dadelijk een verhaal vertellen over het duifhuis en over de bewoners en over Castres. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Jan, ik dacht ik ben hier bij de open dag, maar dat klopt niet helemaal. Nee, dat klopt niet helemaal. Het duifhuis is niet open. Het infopunt, ofwel het educatiepunt, is open. Maar niet het gehele duifhuis. Nee, want wat is er nog meer dan, behalve het informatiepunt? Achter het informatiepunt, wat in de oude stal van de boerderij gevestigd is, is een woonhuis. Daar woont een medewerker van Brabants Landschap. En daarachter is nog een herenkamer, die op later... wat later aangebouwd is. En dat is, ja, dat kun je een beetje zien als de groeikamer van Brabants Landschap. Daar komt de directeur vergaderen of zoiets dergelijks. Het is niet de bedoeling dat je bij een open dag bij de mensen binnenstapt? Nee, het is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat wij hier in het educatiepunt laten zien hoe vroeger de boerderij eruit zag. Ja, het duifhuis is van heel ouds is het al een boerderij en in 1300 wordt je al vernoemd, maar dan heet het goed een akker, hoeve aan het water of de grote hoeve. En dan gaan een aantal jaren voorbij, onder andere Karthuizen komen het een paar honderd jaar in bezit. En dan krijgen we duifhuis, maar duifhuis met te maken dat de Karthuizen die hebben verkocht aan Pieter Lus. En Pieter Lus, een schepen uit een bos, en die heeft er een duiventoren bij gebouwd. Oké, dus het duifhuis was eerst zonder toren? Zonder toren. En daar hebben ze in 1661, staat er voor in met steen ingemesseld. En die heeft dat gebouwd. En vanaf toen het duifhuis. En waarom heet het duifhuis? Na de duiventoren. En dat was ook weer een eer voor de grotere mannen. Dat ze duiven mogen houden. En ja, die duiven, dat waren heel zeldzaam. De duiven stonden al bij herenhuizen, bij herengoederen. En dat is hier ook gebeurd. En die leverde onder andere jonge duiven op om te eten, naar de markt te brengen. En een kar of 5-6 mest voor de boer die hier zat. Dus duiven werden toen gewoon gegeten? Dus de duiventoren is ook gewoon mensen te onthouden? Die werden gewoon gegeten. Zelfs nog in 1900, 1990 zijn ze nog een keer gelijk afgehold. Ze hadden er een paar honderd op. Want toen was er hier een buurvrouw en die had last van de ogen. En dan bleek na onderzoek dat er van die duivenstof kwam. En toen heb ik zelf ook nog mee, mijn chefjes mee, heb ze gelijk afgevangen. En die zijn allemaal naar de markt gegaan. Ja, dus want er zitten nou niet veel duiven meer in? Er zitten nou niet veel meer in, ja. Sindsdien zijn ze een heel tijdje weg geweest. En op een gegeven moment hebben we weer opgezet en die waren te tam. Na de hand hebben we weer enkel opgezet en nu moet ik tellen dat er 25 op zitten. Want die roofvogel die op de toren zit, die houdt slecht valk. Een slecht valk, ja, die houdt ook bij en die heeft er hier ook zijn potje ja. van. Ja. Ja. Ja, maar het is wel een mooi ding. Het is een mooi ding, ja. Het is in 1981 is hij gerestaureerd. Hij wordt een groot deel vervallen. Er is altijd vroeger een spits opgestaan, maar iets na 1900 toen was hij versleten, die spits. En toen hebben de boer heeft er toen die spits afgebroken met een meter meer nog. En hebben ze een platte kap opgeleid. Die was op een gegeven moment ook weer versleten. En toen hebben de mensen van de natuurwacht hebben er weer een plat dak opgemaakt. En dan toen de boerderij gerestaureerd was, die was ondertussen van de notaris Mertens. En toen hebben de notaris Mertens die toen in 1981 de toren weer gerestaureerd. En is er weer een meter opgekomen en ook weer een spitsdak erop met een windwijzer. Ik ga dadelijk een verhaal vertellen over het duifhuis en over de bewoners en over Castres.